Donovan, Isri, Dogo, Kelvin, Foster. Heeft al 4 keer Strongman gewonnen. En heeft dit jaar ook deelgenomen aan Strongman in België. 3, 2, 1, go! De snelste tijd is voor Kenny. 12 seconden. Op de derde plaats, Dwight. Dwight eindigt op de derde plaats. Op de tweede plaats eindigt Rafael Quarté, a.k.a. Steel. Wie is de strongman 2019? Joshua Dendu, a.k.a. Cat. Joshua Dendu, a.k.a. Cat. Joshua Dendu, strongman. Joshua, jullie waren zo verbaasd bij de uitslag. Ja, ik was heel erg verbaasd. Maar ook, ik telde echt de punten. Ik dacht van, oké, misschien. Ja. Amazon loest erin en een strongman moest horen wat ik nog niet kan doen. Die auto mag dus niet van de stellage afgeleiden. 2, 1, go! Het is een heel ander systeem, hè? Het ging meer om punten. Ja, dus het ging sowieso strongman. Het hebben ze het endurance part ook erin gebracht. Dus het volhouden en spieruithouding. Dus dat heeft me ook meegeholpen. Joshua Dendu, a.k.a. Cap. Dwight Jubitana. De winnaars waren nogal verbaasd aan het eind. Ja, klopt. We hebben dit jaar een beetje aan de internationale standaarden gehouden. En de medley, dus de 3 rondes die een beetje conditioneel heel wat van de atleten hebben afgepakt. De atleten zijn dat niet zo gewend hier in Suriname. Vandaar de verrassing eigenlijk. Oké. We hebben de Pablo even. Let's go. Gewoon erop. Kom op Joshua. Ren. Lopen pas. Time van Joshua. 18 seconden, 64. Maar waarom was je eigenlijk verbaasd? Dus vooral bij de laatste, bij de plainpool, hadden die jongens binnen 12 seconden getrokken. Dus ik dacht van boy, ik ben weer helemaal achter in punten. Maar uiteindelijk had ik genoeg van de vorige rondes om het toch bij te schaven. Dezelfde tijd dus voor Kenny. 12 seconden voor Kenny. Nou, ik had die slag wel niet verwacht. Hoor. Want ik weet, de eerste onderdeel was zwaar. De tweede was ook zwaar, maar ja, bepaalde dingen begrijp ik niet. Maar ik heb mijn best gedaan bij die eerste onderdeel. En vooral bij die laatste. Maar ja, ik begrijp niet hoe ze die punten tellen. Maar ja. Geen probleem, je hebt één winnaar en één verliezer. Ja, ja maar ja, er is maar altijd maar één winnaar. Het is gebaseerd op puntentellingen en we hebben eraan gehouden. Hij is ready. 3, 2, 1, go!
En hoe was dat nou precies, als je het kort uitlegt, die puntentelling? De puntentelling was bij de medley. De drie onderdelen die eigenlijk achter elkaar gedaan moesten worden. De aantal reps, uitvoeringen wat men heeft gedaan, die werden bij elkaar geteld. Come on, man. En bij die pick-up hold, dus die Amarok die ze moesten tegenhouden, werd de tijdsduur daarvan ook erbij gevoegd. En die puntentelling stond dan vast. En bij de plane pool, de tijdsduur van de plane pool werd dan afgetrokken van de totale puntentelling. En wat er dus overbleef, dat was eigenlijk dus de hoogste daarvan. Die was dus de winnaar. En in dit geval dus Joshua Dendo. Vrouwen, gaan er ook strong women competitions zijn de volgende keer? Sowieso is er een vraag qua vrouwen bij de powerlift gebeuren. Bij de strongman is hij nog niet zo in de bloei, maar wie weet hierna. We horen de feedback wel. Yes, Kimmy, come on, come on, come on. Je kan het. Apaidolo. Apaidolo is 10 kilometer per uur. Ja. Van de twee sterke Serna Umas. Jaja Serna Umas. Rafael Ekwache. Mambosa Yersu. Maar hij gaat. Nog een beetje. That's it, man. Come on, man. Go! 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 Go!